De voorkramers vroegen vanmorgen onmiddellijk een onderhoud met de stad, maar daar antwoordt de burgemeester klaar en duidelijk nee op. Chantage kan je nooit toegeven. Als op het moment dat iemand eigenlijk heel de stad afzet en er een belegerde stad van maakt, je dan gaat zeggen, nu mag je onmiddellijk komen en gaan we toegevingen doen, ja, dan maak je je morgen slachtoffer van iedereen die dat soort zaken kan en die zijn macht misbruikt, hè, die de middelen heeft om te blokkeren, die zijn macht echt misbruikt. Daar zal ik nooit aan toegeven. Niet met mij en niet met Antwerpen. De burgemeester vindt het onbegrijpelijk dat de voorkramers opnieuw willen spreken over de gedempte Zuiderdokken als locatie voor de Sinkse Voor. Plotseling, zonder kennisgeving, zonder wat dan ook, zonder bericht, staan ze daar, blokkeren ze Antwerpen. Gigantische economische schade. Dokters die niet bij patiënten geraken, thuisverplegers die niet ter plekke geraken, schoolkinderen die niet op school geraken, onderwijzers. Allee, dat is onvoorstelbaar. En eisen zij dan een gesprek om te zeggen, we komen terug op de Zuiderdokken, wat totaal onmogelijk is. Allee, dit is onbegrijpelijk en eigenlijk schandalig. De Wever wil wel nog rond de tafel zitten om te spreken over de toekomst van de Voor, maar niet over de gedempte Zuiderdokken. Ja, als burgemeester moet je dat uiteraard doen, want wij willen die Sinkse Voor graag een toekomst geven. Dit is een topevenement voor onze stad en we hebben er ook altijd achter gestaan. Ik heb die persoonlijk altijd verdedigd als politicus op de Zuiderdokken. Alleen stelt de burgemeester nu wel het draagvlak in vraag, omdat de voorkramers met de actie ook hun eigen klanten in het harnas jagen. Oppositiepartij Groen heeft begrip voor de actie van de voorkramers en vindt dat de stad schuld treft. Dat het stadsbestuur oogst wat ze gezaaid heeft. Hè. In plaats van met de buurt, met de Sinkse voorkramers overleg te plegen, heeft ze in achterkamertjes een akkoord gesloten met een aantal mensen die aan het klagen waren, de 6 klagers. En heeft men eigenlijk dan beslist dat de Sinkse Voor verplaatst ging worden. Men heeft dan Park Spoor Oost daarvoor gebracht. Maar dat blijkt dan weer maar voor 3 jaar te zijn. Dus het is improvisatie en onduidelijkheid troef. Volgens Groen had de hele heisa voorkomen kunnen worden.